Bam, daar zijn we dan, jongens. Vandaag gaan we Immortals of Avium spelen. Een first-person magic shooter van een nieuw studio genaamd Ascendant Studios. Uitgegeven door EA. Volgens mij zijn ze niet zelf een studio van EA. En een van de toffe dingen van deze game, waardoor ik toch wel geïnteresseerd ben om deze game te checken, is dat dit de eerste grote AAA-game buiten Fortnite is die gebruik maakt van Unreal Engine 5.1. Nou, we hebben al een boel indrukwekkende dingen van Unreal Engine gezien. Laten we kijken wat het hier brengt. Let's go. Magnus on deck! Our attention! Thank you, Marshal. Anyone that stood up needs to stay that way. Their next wave is moving in, and we've got positions that need bodies. The Rasharnians capture this ley line. We can all lie back down. Permanently. You're with Barker, right? I need him to line up his strikers along the eastern wall. There's a Red Division on its way. Yes, sir. Round two. Rasharnians haven't had enough yet? We haven't given them enough yet. That still work? Important one does. Good. You're Holland Mead's oldest, aren't you? Yes, sir. You've got a fear in your eye you don't need today, son. Sorry, sir. Today's the day they turn tail. I know these things. I told your father the same thing at Sundown 10 when he was your age. Sure enough, it happened. Bit easier to swallow when you're immortal, sir. That's just a silly name to make our enemies cry at night. But this is real. No Rasharnian spell gets through this today. Thank you, General. Surprised you're still here, sir. Isn't selection today? You know it is, Jack. And both of us know I'm ready. Guess it's too bad you're here then. We zijn iets verder in de game. We hebben even het begin overgeslagen. Het begin was namelijk een flashback. En daarna een tutorial. Veel gelul. Weinig actie. Dus we gaan hier beginnen. En hopelijk heb je hiermee een goede indruk van wat de game kan zijn. He points the ley lines straight at our rivers. And our rivers decide they're not real anymore. An intelligence briefing showed me Sandrak can attune the rest of the towers he's captured to this one. Like a net. He's never been this close, has he? No. And if we don't stop him, he'll magnify his magical capability by a staggering amount. How staggering? Like I said, some serious end of times shit. No rivers, no fish, no need to fight if we starve to death first. And as Lucians, we love fish like you wouldn't believe, Jack. You love it so much that no drinking water is more of a side concern, apparently. Watch it. Yes, sir. Okay, de wereld ziet echt ongelooflijk uit. Insane. Next wave. Sandrak's overextending himself. Intelligence briefing say that? Or are we just hoping that's the case? We're just hoping. Today's the day they turn tail, sir. So
switch on and get to the forward bastion. Yes, sir. Jack, you help us win this. I'll know you're ready. Wow. Laat dit heel even bezinken. Wat ik al zei, dit is de eerste Unreal Engine 5.1 game. En okay, it shows. It definitely shows. Maak gebruik van Nanite Aluminum technologie. Ken je misschien van Fortnite. Dit is de eerste keer dat het echt in een grote AAA game is. Buiten natuurlijk Epic Games om. En je ziet het ook aan de andere kant. Want de game maakt gebruik van FSR 2.1. FSR 2.1 is natuurlijk een AI upscaling techniek van AMD. De consoles kunnen daar gebruik van maken. En trouwens iedere GPU ook. DLSS, dat is echt exclusief voor Nvidia. En hoe zie je dat bijvoorbeeld? Nou, de game wordt intern gerenderd op een resolutie van 1280 bij 720. En wordt daarna geupskilled naar een 4K resolutie. Zoals hier. Nou, ik heb de video hier in 4K geüpload. Zodat je goed kan zien hoe de game eruit ziet natuurlijk. En dan zie je, het is bij lange na niet zo scherp als dat je zou verwachten. Wat ik zeg, 1280 bij 720, de upscale resolutie naar 4K. En dat zorgt gewoon voor dat je bij veel bewegende beelden toch aardig wat kartelrandjes in beeld hebt. En zeker ook de trailing. Deze upscale resolutie is te vergelijken met de ultra performance setting van FSR. Je ziet het ook goed wanneer ik hier een reload doe. Check goed naar de arm straks. Kijk, wanneer ik reload, dan zie je een boel shimmering en dergelijke bij de arm. En dat is een beetje wat FSR doet. Kijk. En dat zul je dus ook in de verte zien. Veel kartelrandjes. Maar het is dan ook een grafisch indrukwekkende game. Ik kan gelukkig wel mededelen dat de game, zoals je misschien kan zien, in 60 fps is. Het is niet eens een performance mode. De game is standaard op 60 fps. Je kan hem niet eens in de quality mode spelen. En dat doet me goed. De shooter moet gewoon 60 fps zijn. Klaar. En so far, ik heb er denk ik half uur tot 40 minuten al op zitten. Is de frame rate vrij steady? Een paar drops, vooral tijdens cutscenes. Maar tijdens gameplay is het vrij stabiel. Zoals je misschien hebt gezien, je hebt drie verschillende magics. We hebben hier blauw, dat is goed voor op afstand. Om shields kapot te maken. Net een van die. Een van die pappies die had dat natuurlijk al. Even kijken, wat kunnen we hier doen? Vooralsnog niks, volgens mij. Gold kan je gebruiken om equipment te kopen later. Maar de blauwe is dus goed om shields neer te halen. Goed voor medium tot long range. Je hebt rood, wat echt voor short range is. Kunnen we hier niet echt gebruiken. En groen. Een soort van rapid fire. Met homing missiles. Hier zien we ook het frame drops. Dat blauwe wat je daar in de achtergrond ziet, dat zijn de ley lines. En de ley lines zijn, zeg maar, de bron van magie in deze wereld. Je maakt natuurlijk gebruik van magie.
in de ley lines. Ik heb nog geen idee hoe. Maar die zorgen daarvoor. Je hebt een dash in de lucht. Kunnen we deze openmaken? Jazeker. Een shattering. Nou, die kunnen we als het goed is gelijk equippen. En hoppakee. Shatter damage plus 28%. De ley lines dus. Het ziet er een beetje weird uit, want de game is dus een 60 fps, maar deze ley lines die zijn geanimeerd op 30 fps. Voelt een beetje weird. Geen biggie. Mijn favoriet is toch wel de groene magic. Je hebt trouwens ook nog een lasso, kijk, die kan je zo gebruiken. Waarmee je enemies naar je toe trekt. Werkt vrij eenvoudig. En is ook zeer flexibel. Je hoeft hem niet eens recht op iemand te mikken, zoals je hier ziet. It just works. Kijk, hier is het zo'n shield. Daar heb je blauw voor nodig voornamelijk. Die neer te halen. En je kan deze gebruiken. Je zult zien bij echt snel bewegende beelden. Dat de game er een beetje fuzzy uit begint te zien. Zonde, maar ja, dat is helaas niet anders. Hier de dash dus. Dat doe je met een rondje. En je hebt ook nog een shield. Die gebruik je met L1. Oh. Healen doe je met pijltje naar rechts. We hebben healing stones. Volgens mij werden we ook van achteren geraakt, maar ik zie niemand. Switchen tussen magics doe je met de driehoekje. Ik denk dat we hier met een blauwe op moeten schieten. Jazeker. Oh. Vast. Nee. Get him away from me. Dat scheelde niet veel. Maar we waren er bijna geweest. Ik moet iets vaker de shield gebruiken. Dat zit nog niet helemaal... in mijn systeem. Ik heb de aiming denk ik ook iets te sensitive staan. Maar dat is gewoon een kwestie van gewenning. Trouwens, de main villain achter dit verhaal. A spell altar. No joke. Hij ziet eruit als Lord Zedd van de Power Rangers. Wellicht krijgen we hem nog te zien. Maar het is funny as hell. Blast Wave. En hoe gebruiken we die? Geen idee. Oké, top. Archers die raken me toch wel net iets te vaak. Volgens mij kan je ook magic gebruiken door je shield heen. Even kijken, laten we checken. Beweegt wel een stuk langzamer. Hoeft natuurlijk geen probleem te zijn. Wauw. Mijn aiming is niet... niet helemaal hoe het zou moeten zijn. Kijk, je health crystals zijn vol. Maar laten we ook gelijk healen dan. Oh,
Okay. Hier zagen we ook iets van in het tutorial. Je kan namelijk objecten in de omgeving laten bewegen. Die zien we in ieder geval grote hand. Nou, die zullen we ongetwijfeld moeten gebruiken om hier naar de overkant te kunnen skippen. Ah, kijk, daar. Ik weet alleen niet meer helemaal hoe ik die moest gebruiken. Met groen was het... Deze? Nee. Ah, R2. Kijk, en nu kan je hem gebruiken als een brug. Dat gaan we dan ook snel doen. Hij blijft niet voor eeuwig hier staan. Open eerst even dit kissie. Maar desalniettemin, het speelt lekker. Het schiet lekker. No! Oh, dat is embarrassing, man. Oké, laten we wachten. Oh, grap. We kunnen het volgens mij opnieuw doen. Laten we de veilige route nemen. Misschien wel zo verstandig. Ik ben wel zenuwachtig van het geluid. Maar het schiet lekker. Natuurlijk misschien niet heel verrassend met onder andere developers die hebben gewerkt aan Call of Duty. En onder andere ook Dead Space. Sharnian airship wearing Order of Masks colors just flew over my location. Going to check it out. Negative. I need you back here. We know it's headed in the same direction anyway. It's not bearing for the front at all, sir. They seem interested in some kind of temple way out here. An Order Magnus is beyond you, Jack. Debatable. Is this Lord Zed? No, this is not Lord Zed. Sir? It's the hand. You're sure. En de persoon die je op het begin zag en nu ook hoort over je radio, I guess. Definitely sure. Is Gina Torres. Agreed. You're clear for recon only. Follow, but do not engage. Find out what the hand is. Hier zie je er. Kirkin. Maybe engage a little. Gina Torres ken je misschien onder andere van... laten we eerst even dit doen. Hier ook wat frame drops. Wat ik wilde zeggen, Gina Torres, je kent haar misschien wel. Natuurlijk een Hollywood actrice, maar heeft inmiddels ook aardig wat games gedaan. Deze nu, uiteraard, de laatste. Maar onder andere ook Ikora Ray van Destiny 2. En ik ken haar eigenlijk voornamelijk van Suits. Suits was vroeger mijn guilty pleasure. Een advocatenserie. Netflix, geloof ik? Oh, we moeten hier erin. Dus ook een double jump. Tegenwoordig vrij standaard natuurlijk bij een shooter. Bij veel shooters, laat ik het zo zeggen. Daar hebben we rood voor nodig, I guess. Blauw. Waar zien we een blauw? Zien we echt blauw? Zien we echt blauw? Je zou toch zeggen dat hij ergens blauw moet zijn. En dat is hier ook. En ik moet wel de blauwe selecteren. Oké, je moet ze allemaal doen. Ja. En daar is nog een blauwe. Toppen zodat we niet weer naar beneden vallen. Maar de magic abilities zijn best wel cool.
En vooral de facial animations zijn echt uitstekend gedaan zelfs. Yanni, huh? Mijn gevoel word ik toch wel iets te vaak geraakt, maar we lijken ermee weg te komen. Al voelt het alsof we zo een bosbattle aan zitten komen. Oh shit. Okay, how do I get out of here? Oké. Dat is nooit snel genoeg voor een dash. Moet het terug? Even kijken. Oh, wacht even. Ik zie hier wat. Limpets. Yeah. Press down to select limpets, then press L2 to cast them. Limpets can slow down enemies and certain moving objects. Use limpets to slow down the door. Okay, got it. Uh-oh. You still with me, Jack? That was nog vrij What easy. Happened to the hand? She rabbited with some kind of artifact. Aristan, by the look of it. I couldn't stop her. Understood. Get back to the front as fast as you can. We've got soldiers pinned down by that howler near the West Passage Gate. I'm on my way. Het ziet er op sommige momenten wel echt prachtig uit, hoor. En I love to see it. Veelbelovend ook voor toekomstige Unreal Engine games natuurlijk. Ik hoop alleen dat de base resolutie bij toekomstige games wel iets hoger gaat liggen. Als het goed is, is de Xbox Series X en de PlayStation 5 versie vrijwel gelijk aan elkaar qua settings. De game heeft dus ook draken. Mana is bijna op. Dan moet je je mana stone gebruiken. Je ziet hem rechts onderin staan. Vierkantje. Daarmee replenish je magic, je mana. Die moet je zeker gebruiken wanneer die bijna op is. Want anders echt na 2-3 schoten is gelijk je magic op. Mana crystals vol. De draak? Really? Alright, let's go! Daarvoor moet je je shield dus gebruiken. Geen overbodige luxe. We spelen trouwens overigens op balanced. Je kan kiezen uiteraard easy, balanced of hard. We hebben gekozen voor balanced.
Well, check that then. Is it effect? Ah! Oké, ik ga niet voor je liegen. Dit game is toch wel cooler dan dat ik dacht. Oh. Daar waren we bijna weg geweest. Bam! En we hebben hem. De Howler. Red Frag Fire. Volgens mij is dat een uitbreiding voor je sigil. Sigil is dat ding wat je op je hand hebt waarmee je magic spell, magic cast. They're retreating. You had something to do with that. Just doing my part, sir. You did well today. Thank you, sir. But the hand is Sandrak. Any idea what she might have taken from the temple? I'll look into it. You, though, you're going to be late. Get to the Palathon. Selection's starting soon. I mean, the Palathon's kind of a hike. Isn't there, like, a field promotion you could do? Nope. Come on, you and me, ushering in a new tradition? Battlefield selection. No more long lines. Dismissed. De dialogen zijn af en toe een beetje goofy. Een klein beetje goofy. Because she believed in me. What's that? That's why I wanted it. Want it. So bad. I need to prove to myself Luna was right. Dit lijkt me een mooi moment om deze let's play af te sluiten. We hebben een draak verslagen. Je hebt gezien wat Immortals of Avium nu eigenlijk een beetje is. Het is een first person shooter met magic abilities. De laatste keer dat ik dat heb gespeeld is waarschijnlijk Hexen geweest. Nou, trust me. Voor de oudjes onder ons. Die weten, dat is heel lang geleden. Misschien ben ik van tevoren toch iets te hard geweest voor de game. Ik vind het op zich best wel cool uitzien. De cinematics en de dialogen zijn een beetje goofy, maar ja, dat zien we wel bij meer games tegenwoordig. We gaan zien waar het verhaal ons gaat brengen. Binnenkort uiteraard de review bij GameKings. Hou dat zeker in de gaten. En dan wil ik je nu bedanken voor het kijken. Thanks. Vond je dit nou een vette video? Vergeet niet een duimpje omhoog achter te laten. En vergeet ook niet te subscriben. Thanks. Tot de volgende keer. Bye.